En ja, hele goedemorgen en welkom bij deze maandag. Het huis is echt een dievenzooi. Echt niet normaal. But I'm not gonna do anything about that right now. Want Jeff die zei dat hij vandaag een beetje gaat opruimen, dus dat zal chill zijn. Ik ga even ontbijt bij elkaar sprokkelen, mijn lunch pakken. En dan ga ik vandaag weer naar werk. Kijken of deze week beter gaat. Want vorige week ging ik natuurlijk 2 dagen naar werk. En daarna was ik mega ziek. Dus ik voel me nu gelukkig een stuk beter. Kijken of dit wel mijn eerste volle werkweek wordt. Ik hoop het. Hola. Toch ironisch dat ik laatst ook op dit punt besefte dat ik citroen en gember vergeten was. We hebben nu geen citroen in huis. Maar ik had echt wel plan om gember mee te nemen naar mijn werk. En wederom vergeten. Nou, alles zat tegen volgens mij net. Ik had een enorme opruimdrang, heb de was nog even opgevouwen en zo. En Jeff die was dit keer niet wakker, vorige keer wel. Toen ging hij mijn golfdingen uitspoelen. Dat scheelde me gewoon tijd. Nu sliep hij nog. Toen dacht ik, ja, ik doe het zelf wel. Maar ja, het duurde langer. En ik was aan het golven en ik dacht, oh, ik ben bijna klaar. Er was dus eens een slangetje losgegaan. Dus één kant was niet eens aan het golven. Ik dacht, shit, dus ik moest dat nog even doen. Dus ja, ik hoop dat ik het allemaal nog red. Maar voor mijn gevoel ben ik echt aan de late kant. Volgens mij valt het wel mee. Maar ik weet niet, ik voel me opgehaast. Oh my god, zo'n naar gevoel. Een van mijn sokken die is aan het afzakken. En die zit nu al halverwege mijn voet. Zo'n kut gevoel, echt. Oh my god, dit wil ik even delen. First one in the office. Ik ben er zelfs, holy shit. Ik had het echt niet verwacht, ik ben veel te vroeg. Ik ben 10 voor 9 ben ik op mijn werk. Ik had eigenlijk nog 10 minuten spelen dus. Die had ik echt niet verwacht. Oké, positieve meevaller. Hola, ik ben net even van het ene gebouw naar het andere gebouw gelopen. Onder werktijd, want het is voor de 2e keer vandaag tijd om te golven. En ik dacht, misschien is het leuk om die ruimte een keer te laten zien. Dit is een stoel die hier staat. Lichtknoppie. Andere tafelstoel en koelkast, waar ik nooit mijn melk in bewaar, want ik doe bij de koelkast bij ons. En een spiegel, doekjes, hier spoel ik mijn golfdingen schoon. En deze irritante lampen waar ik steeds mijn hoofd tegenaan doe. Als ik mijn jas uit doe. Tijd om te golven. Yes, alles weer schoongemaakt en 190 milliliter verzameld. Yay! Oh my god, oké, ik kom net thuis. Of in ieder geval, ik ben bijna thuis, ik ben onderweg naar huis. Parkeerplaats in ieder geval, auto geparkeerd. Leefde wel, thuisgekomen. Goed op de weg gelet. Ja, dat. En ik kreeg net een berichtje dat een vriendin van mij een huis heeft gekocht. En ik ben echt overexcited. Het voelt bijna alsof ik zelf het huis gekocht heb. Maar ik ben zo blij voor haar, want ze was zo lang aan het zoeken. En ze heeft gewoon een huis gekocht. Echt fucking vet. Oh my god. Echt, hoe kun je zo blij zijn voor iemand, maar ik ben echt heel blij. En nu wij nog natuurlijk. Maar ik kan ook echt niet wachten om ja, toch een keertje verder te kijken. En bevalt prima met z'n drietjes gezellig in het huis. Maar op een gegeven moment is het ook wel tijd voor meer ruimte en zo. Dus ja, het wordt vervolgd. Oh ja, met het wordt vervolgd bedoel ik trouwens gewoon de future. Want we zijn nog niet aan het zoeken. Nog niet. Ik ben weer thuis bij de allerleukste pietertjes van de wereld. Mevrouw heeft een komkommertje. En mama heeft nasi van Piet. De lekkerste nasi van de wereld. Met heel veel moeite veeënslaap gekregen. En nu met Pietje. Rustig aan kijken. En hij heeft tegenzet. Altijd gezellig. Samen een serie kijken, terwijl iemand in slaap valt en keihard aan het snurken is. Wie zegt die? Wie zegt? Oh. Ik ben kapot. Het verbaast me dat ik niet in slaap ben gevallen. Oh. Mijn hoofd is zwaar. Je hoofd is inderdaad zwaar, want die landen regelmatig op mijn hoofd. Ja. Nou. Ik ga mijn theetje nog even opdrinken, denk ik. Of niet, ik ga even tandjes poetsen. En dan morgen weer een werkdagje. Dus
Bedankt voor het kijken naar vandaag. En tot morgen. Doei. En ja, hele goedemorgen en welkom bij Huisje Lopie. Pietje is mijn lunch aan het voorbereiden. Niet dat we... Ga je goedemorgen. Nee, niet kijken. Vorige keer had ik je verrast met zijn lunch. Nu is hij volgens mij iets voor me. En dat doet me, ik ga wel niet meer kijken. Ik ga even mijn ontbijt pakken. Dan hoef je even niet heel veel te doen voor zijn lunch. Dus verwacht niet dat hij een hele salade hoeft te maken. Maar ik had wel salade klaarstaan. Alleen moet even rucola op en tomaatjes. Als ik gisteren niet naartoe gekomen. Zet het Jeff even super toe. Water pakken en dan kolven. En kolven door, ontbijten dus en mijn make-up doen. Mijn poppenkindje eten gegeven. Die wil nog niet slapen, als je kunt wel. Maar ze is wel moe. Zit ze me aan te kijken. Oh, zo lekker wijfie. Oh, ik vind het wel echt lastig als zij zo cute aan het doen is en schattig. Dan om haar dan soort van te negeren en uit bed te gaan. Daar ben ik echt niet goed in. Het liefst blijf ik nog bij haar knuffelen tot ze of in slaap valt of... Tot, ja, ik weet niet, gewoon tot forever. Maar ja, dat, dan kom ik toch wel in tijd niet. Hola, lijkt wel alsof ik elke dag later heb vanuit huis gekeken. Maar dit keer heb ik gember meegenomen. Hi, goedemorgen. Het is je awkward vlog, meid. Maar dit keer heb ik wel gember meegenomen. Upgrade. En ik heb een hele leuke outfit aan, al zeg ik het zelf. Maar dat zie je niet onder mijn jas. Het is een groene broek, kaki. Ik weet niet of je dat ziet. En een tribute to the Netherlands. Want hieronder heb ik zeg maar zo'n spencer aan met van die wolkjes. Ik heb hem ooit een keer in een vlog laten zien. Maar ik ga even kijken of ik vandaag in de lift even mijn outfit kan showen. Al weet ik niet, als ik als een potloodventer mijn jas open doe, of dat niet awkward is als er niet iemand anders in de lift staat. Dus even kijken of dat realiteit kan worden. Ah ja, hier is natuurlijk ook een lift. Even kijken of het dit lukt. Oh. Ja, deze met eronder een blouse en een kaki broek. Ik vind het helemaal leuk. En en toen ging de lift weer bijna dicht. Ja, hallo, daar was ik weer. Ik zit even op de grond, want ik wilde even dit laten zien. Ik vond het zo cute. I love you, werkse toetie. En hij had komkommertjes. Hij had Jeff in hartjes gesneden. Be ready to... But I love him for it. Shoutout naar jou, Jeff. En we moeten nog even een... Ik ben net thuis. In ieder geval thuis. Een keer garage is niet mijn huis, maar... on my way home. Als het goed is, heeft Jeff al eten gemaakt. Hoop ik. En we moeten nog even een test doen. Want anders kunnen we niet naar het terras. We gaan namelijk een borrel vanavond doen met de huisgenoten. En ja, ik ben eigenlijk kapot. Ik zou het liefst lekker op de bank willen ploffen. Maar het hebben we nu eenmaal ingepland. Dus ja, testtijd. En we zitten aan tafel. Veepkomkommer. We hebben tacobol met heel veel taco's. Want er zit veel in de pak. Met sausje nog erover. Ja. Oh, toetie. Ik ga jou zo eten geven ook. Misschien toch hier. Even kijken hoe dit gaat. En ja, hele goedemorgen. Ik had gisteren die borrel met huisgenootjes. En Jeff ook. Maar Feli was op een gegeven moment niet zo happy. Dus toen ging Jeff eerder naar huis. Toen bleef ik nog even bij die borrel. Toen kwam ik thuis. Dat ik blijkbaar een paar gemiste oproepen ook van Jeff. Hij had op een gegeven moment de buurvrouw gebeld. Want Feli was echt... terror aan het schoppen. Er was ook een plantding kapot gegaan. Die had ze omgetrokken. Ja, gelukkig is maar materie. En ging het goed met haar verder. Of nou ja, ze was niet heel happy. Ze heeft dus de hele nacht bijna ja, gehuild. En of nou ja, ook 2 uur voor mijn gevoel. En dan heel weinig drinken en steeds heel veel huilen. En ja, volgens mij is ze niet helemaal lekker. Ze had ook koorts. Dus ik weet niet of ze tandjes krijgt. Groeispeurt is of dat ze toch ziek is, maar ze voelt zich in ieder geval niet lekker. Dat vond ik wel echt heel zielig. Ik heb heel veel huid op huid contact gedaan en voor het eerst geslapen zonder BH. Dat vond ik wel chill.
Maar ze had me al een paar keer ondergekotst. Dus ik dacht op een gegeven moment, ja, ik kan wel aan de gang blijven met die voedings-BH's. Maar straks heb ik er geen een meer over. Dus ja, dus ik ga nu douchen met VO. Ik dan kolven. En dan gaat Jeff naar zijn werk. En dan heb ik vandaag een mamadagje. En ik zit eraan te denken om wel slaapjes met haar mee te doen. Want ik ben helemaal kapot. Dus ik moet zo ook... Hier moet het een en ander worden uitgekookt en afgespoeld. Ja, dus back to business. Ik ga douchen. De ballen. Hola, normaal werkt mijn douche echt als een koffie in de ochtend. Ik drink geen koffie, maar van een douche knap ik heel goed op. Maar ik voel me nog steeds echt brak. Terwijl we het met de borrel niet eens laat hebben gemaakt, dus daar ligt het niet aan. Het ligt aan een klein boefje. Nou, maar wel zielig dat ze ziek is. Ze heeft ook steeds een snotneus, zielig. Dus Jeff is nu een appeltje voor haar aan het fixen. Zo'n kleine mesje ervoor gebruiken, even ouder hier. Ja, ik heb zo even vaatdoek nodig. Vaatdoek, ik weet niet waar je die gelaten hebt gisteren. Geen idee. Maar ik zal even een nieuw pakken. Anyway, wij gaan croissantjes eten. Die heeft Jeff gemaakt, super chill. Met deels framboosje. En daarna moet ik volgens mij haasten, want mijn borsten stonden al springen toen ik in bed lag. Dus ik weet niet hoe nat mijn badjas straks wordt van mijn melk. Ik hoop dat ik het net voor ben. Dus ik ga eten. En dan kolven. En dan gaat Jeff naar zijn werk. En dan moet ik nog even het bed verschonen, want die zit deels onder kots. Ja. Oh, poppenkind. Dus yeah, you get the reality here. Nou, we zijn een paar uur verder. Het is nog steeds een teringzooi in huis. Ik heb een paar uur geslapen met Vee. Dat was wel nodig. Maar Vee die drinkt niet goed meer. En ik had geen natte luier meer. Dus ik vond het helemaal niet chill. Dus ik heb de huisarts gebeld. Maar die reageerde best wel heel erg relaxed of zo. Die zei ja, oké. En heeft ze koorts? Ik zeg ja, 37,8. Oké, vanaf 38 rekenen we koorts. Dat is maar 0,2 meer. En toen... zei ze ja, geef ons paracetamol en als het erger wordt, kijk morgen dan maar even hoe het gaat. Toen dacht ik, nou daar neem ik natuurlijk geen genoegen mee, want ik ga niet een uur of een dag lang of tot morgen wachten als Vee totaal niet drinkt en geen natte luiers meer heeft. Dat, tenminste, bij mij gaan dan de alarmbellen af. Dus ik vond het helemaal niet chill. Dus ik zei ook van, nou ja, sorry, maar ik maak me toch echt zorgen. En ik weet niet of ik tot morgen wil wachten. Dus nu belt ze over een uur terug. Ik ga echt niet wachten tot morgen als Vee niet drinkt en zo. Ze is heel huilerig. En ik denk dat het tandjes zijn, maar ja. Vee is gewoon niet helemaal happy. En we gaan het toch even in de gaten houden, hè. Die zetpil ging er niet eens zomaar in. Het was echt best wel een kutding ook, maar... Schatje, ik vind het echt zielig. Ik was de hele dag al huilerig en zo. Ik merk wel dat het nu 2:10 is en ik heb zelf nog niet gegeten. Dus misschien moet ik ook maar even voor mezelf gaan zorgen. Dus ik heb Jeff al geappt. En ja, want als ik zelf niet eet, dat is ook niet goed natuurlijk. Dus ik ga even kijken. Misschien even een appeltje voor haar in de vriezer kan leggen. Of een stukje komkommer in de vriezer. Dat ze zo even de scouts kan knagen als het wel die tandjes zijn. En haar nog even water proberen te geven. Kijken of dat wel een succes is. Maar de borst wil ze nu niet echt. En ja, I don't like it. En restje van gisteren met heel veel saus. Want die was over. Ja. Yeah. En jij hebt een kommetje, hè? Ja, gelukkig heb je wel wat water gedronken. Goed zo. Ja. Yeah. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik een update had gegeven, maar Vee slaapt alweer en het gaat een stuk beter met haar. Dus ik ben echt super blij dat het weer wat beter met haar gaat en dat ze gewoon weer eet en zo. Ik weet niet, ik merk dat ik er echt zo ongerust van werd. Natuurlijk logisch, als er iets met je kind is, dan ja, ik weet niet. Ik denk dat ze nog nooit zo ziek is geweest. Dus ja, ik weet niet, ik was echt wel heel erg bang. Misschien na de inenting dat ze ook wel zo ziek was ongeveer. Maar... toen wist ik in ieder geval dat het door de inenting kwam en dat die symptomen erbij hoorden. Dus toen dacht ik, oké, ik weet niet, ik was toen minder van streek omdat ik me al ingesteld had. En nu, ik weet niet, ik zat echt bijna huilend aan de telefoon met die huisarts. Ik had echt zoiets van, ze moet echt nu beter worden. Dus ik ben echt zo blij dat ze weer eet en zo. Ik weet niet, ik vind dat nog wel het heftigst, als ze gewoon niet meer eet.
Dat heeft ze nog nooit eerder gehad. Dus dat, ik ben echt zo blij dat het weer goed gaat. En ik vond het ook wel spannend, denk ik, dat ik in mijn eentje dan was. En dat je even op werk was. Dus dat ik allemaal zelf moest kijken van hoe gaat het met haar. En Jeff die had haar luiers eerst verschoond in de ochtend. Dus ook toen de dokter vroeg van ja, wanneer heeft ze voor het laatst gepoept en zo. Ja, ik wist het eigenlijk niet eens. Ik wist niet of het vanavond was of vanochtend was. Ja, dus dat vond ik ook wel even lastig. Maar goed, ik ben nog dingen aan het uitkopen. En laatste afwasrestjes. Afwas gedaan. En dan ga ik zomaar de soep maken. Oh, dit moet helemaal afgewassen worden. Dit is zo'n kut ding om af te wassen. Maar goed, we gaan het doen. En ja, dan staat er champignonsoep op het menu vanavond. Dus dat ga ik maar even maken. Nou, Veetje is nog steeds aan het slapen. Ik ben inmiddels klaar met alles uitkoken. Ik moet straks champignonsoep maken. Maar ik ga eerst ben ik bezig met broccoli stomen. Die is over 5 minuten klaar. Ik heb mijn lunch ook alvast voorbereid. En champignonsoep. In de champignonsoep gaat knoflook. Champignons. En we hebben nog soepgroenten over van de nasi. Die gaan er ook in. Deze zijn allemaal zacht. Die avocados die moeten in de koelkast. Maar ik ga ook ze deels voor mijn lunch gebruiken, denk ik. Ik heb mijn lunch voorbereid met oranje, gele paprika, courgette, champignons. Marinade heb ik een beetje miso-pasta gedaan. Sambal oelek, ketchup, gember, siroop, sojasaus, zonnebloemolie. En volgens mij was dat het. Ketchup maas, had ik je al gezegd. Dat. En een klein beetje knoflook en een beetje gember. Deze ga ik in de oven doen. En dan ga ik ook nog wat broccoli, denk ik, door mijn lunch dieven met asgranen couscous. Dus die couscous moet ik later nog even maken. Maar dat is echt easy peasy. Maar ik dacht, dan heb ik dit alvast gedaan. Ik wilde eigenlijk ook nog granola maken, want dat is over bijna op. Maar daar ben ik niet aan toegekomen. Ik denk dat ik dat ga doen als Jeff er is. Ik hoor dat Veen nu wakker is. Dus kijk, hoe lang ga ik het doen? Een half uurtje in de oven. Ja, want als Veen wakker is, is het niet chill om granola te maken. Ik ga even een flesje uithalen. Uit het ding wat uitgekookt is. En dan. Oh ja, ik ga ook nog tomaatjes, denk ik, door mijn lunch doen. Ik ga er wat interessants van maken. Misschien nog een komkommer erbij, want die is over. Zo, busy, busy. Jeff kan ieder moment thuiskomen, geloof ik. Ik wou wel een beetje dat de soep dan niet klaar is. Maar het voordeel is dat ik eerst broccoli heb gestoomd. Dus het water wat ik voor de broccoli gebruikt heb om te stomen, dat ga ik dan ook voor de soep gebruiken. Dus er zitten dan vitamine in van de broccoli. En ik voel het water niet weg te gooien. Dus dat vind ik wel chill. Oh. Wat was je reactie op de soep? Oké. Het is heel. Weet je wat waar het eerst aan wat ik, waar ik aan dacht? Nou. Als je zeg maar in de zee heb je toch als je van, dat, van die afval plastic. Van die hopen zeg maar. Het lijkt op plastic afval, ja. Maar ja. Dat je dan ziet drijven na dat een beetje. Oh ja, nou ja. We eten dus plastic afvalsoep. Dankjewel Jeff voor het compliment. Champignonsoep versus afvalsoep. Ik wou zeggen, mijn favoriete man is weer thuis, maar ik begin nu toch te twijfelen aan deze. Ja, dat was heel erg lekker smaken. Ja. Ik heb broccoli gestoomd voor Vee. Die is al dankbaar aan het eten. We hebben broodjes. Ja, ja, ja. Ik wil zeggen, man, dat ik niet. Je bent niet heel dankbaar voor de plastic afvalsoep. Maar ik hoop dat het lekkerder smaakt dan plastic afval. Ik heb geen ervaring met plastic afval, dus ik hoop dat dit te kan is. En anders dan een keer er magie in dieven. Die heb ik ook alvast op tafel gezet. Maar zoveel, ik heb nog niet geproefd, dus het zal vast En terugkrabbelen noemen we dat. Ja. Dus zo, en dan heb ik voor oordeel de broodjes. Oordeel een soep niet door. Want niet op het restafval. Ja. Ja, precies. Hoe het eruit ziet. Ja. Nou, ik ga eten. Joe, ik heb honger. Dag. De bal is.